Welkom dames en heren, dit is weer een nieuwe carrière video van mij. Het zijn de eerste wedstrijden van het seizoen, is uitermate belangrijk. En ik laat voordat ik deze wedstrijd begin ook even mijn opstelling zien en de tactiek die ik daarbij gebruik. Het is een custom tactiek. Ik gebruik uiteindelijk de 4-5-1 opstelling, maar de tactiek is wel handig. Dus voordat ik weer ga beloven dat ik hem ga laten zien, doe ik het gewoon nu gelijk. En ik denk misschien dat hebben jullie dat gedaan. Misschien speelt hij voor jou totaal niet prettig, maar het zorgt er bij mij voor dat ik snel naar voren kom, dat ik veel ga schieten. En ja, ik vind gewoon veel prettig. Ik vind het heel prettig om in een wedstrijd veel te schieten. Want ja, dat zorgt gewoon voor wat meer actie meestal. En actie is toch waarvoor je het voetbal meestal kijkt. En dat hoop ik ook een beetje te brengen in mijn aflevering. Dus zoals jullie kunnen zien, scroll ik even onder 4-5-1. Het is een prima formatie op zich. Center mid heel goed bij elkaar, kun je snel kort pasen. Griezmann wordt rechts mid, Vela spits. En Castro wordt dan de links mid. Het lijkt een beetje onhandig om twee spitsen als wissel te hebben, ook al daar een reserve. Ik weet nog niet hoe ik dat ga doen, maar misschien vind ik daar binnenkort gewoon een oplossing voor, afhankelijk van de resultaten en veranderingen binnen het team. Maar de eerste wedstrijd is dus tegen Getafe, en dat is niet het beste team dat er is. En hier al vrij vroeg in de wedstrijd, na iets meer dan 10 minuten, komt voorsprong via Carlos Vela, de voormalige Arsenal spits. Ik denk dat hij tegenwoordig een vrij goede toevoeging zou zijn voor op de vleugel bij Arsenal. Maar goed, dat is iets voor later, want hier is ook echt een goede steekpaas van Granero. En hij maakt het gelijk af. En ik denk wel dat hij mijn topscorer zal worden dit seizoen. Hij kan goed afmaken, hij kan ook een spits spelen. Is natuurlijk oorspronkelijk een right winger, zoals sommigen van jullie misschien al weten. En ik denk dat ik hem ook gewoon in de spits ga blijven gebruiken. Omdat hij wat behendiger is en ook wat sneller dan mijn andere spitsen. Ook al zal Levi natuurlijk wel veel mogelijkheden krijgen, want anders zou het een kansloze aankoop zijn. Hier is een lopt villain, de man Xabi Prieto. En die maakt ook zijn eerste doelpunt van het seizoen. Het is een prima CRM op technisch gebied. Maar fysiek is die zo kut. Hij kan echt niet, hij kan voor geen meter rennen. Hij heeft geen uithoudingsvermogen. Hij heeft geen kracht. Hij heeft geen balans. Geen behendigheid. Wat dan ook. Hij mist heel veel van die aspecten. Maar hij heeft wel een geweldige steekpas. Zoals hier is ook Xabi Prieto. Geeft de Wang Griezmann mee. Die staat helemaal vrij aan de rechterkant. En met een geplaatst schot zorgt hij voor de 3-1 in de 53ste minuut. En de wedstrijd is op dit moment al vrijwel gespeeld. Ik was vrij goed bezig op dit moment. Creëerde veel kansen. Ik had blijkbaar ook veel doelpunten. Dat kunnen jullie zien. En all in all, het gaat wel gewoon prima op zich. Het is niks bijzonders. Ze kwamen wel terug op 1-1, wat wel een beetje kut was. Maar gelukkig scoor ik vlak na rust snel twee snelle doelpunten, waardoor de wedstrijd al vrij snel voorbij is. En dan hier, zo ze nemen de aftrap, ze passen gewoon een beetje rond. En meestal is het probleem dat ik al een current gen had. En met current gen refereer ik natuurlijk naar Xbox 360 nog. Dat ik heel snel zelf doelpunten tegen het afval. Maar nu lijkt het juist dat ik ze wat meer mee heb in mijn voordeel. Want hier zo scoor ik met een duikkoppel met Carlos Vela. Tweede doelpunt van de wedstrijd voor hem. En het gaat lekker met dit team. Ik kan heel goed druk zetten. Maier, zag je daar, gaf de assist eigenlijk. Ook al, nou, het was niet echt een paas. Maar zijn schot zorgde er wel voor dat Carlos Vela die rebound kon pakken. En zo staat het dus 4-1 in mijn eerste wedstrijd van het seizoen. Dat is een best wel lekkere uitslag natuurlijk. En dat is ook hoe het eindigt. Ik ben er heel tevreden mee. Blij dat ik de eerste 3 punten van het seizoen binnen heb. Je kunt ook zien in de statistieken dat ik het dominerende team was. Ik creëerde meer kansen, had meer balbezit. En al in al verdiende ik gewoon de overwinning. De tweede wedstrijd uit bij de promovendus Elche. Voor degenen die het team niet kennen. Dit is een team met de Segunda Division van vorig seizoen. Ik kwam ze ook heel vaak tegen met Villarreal Career Mode. Volgens mij eindigde ik zelfs onder hen. Omdat ze uiteindelijk gewoon een vrij goed team hadden. Hun beste spits, Stevie, is uiteindelijk vertrokken. Dus dat is iets waar ik me geen zorgen mee hoef te maken. Die gast had belachelijk veel pace. Maar goed, ik zie wel nu hoe het gaat. Je ziet daar nog 4-3-3 staan, maar dat verander ik al gelijk aan het begin van de wedstrijd. Maar goed, jullie zien hier, zij hebben de bal en ik heb geen idee. Ik ken hun spelers echt totaal niet. Maar ze lopen hier over mijn verdediger heen. Geen idee wat de Rouvier daar aan het doen was. Maar het staat wel 1-0 voor Sociedad. En dan zitten we in de tweede helft. Op dit moment als Vela hier de bal heeft, dribbelt de verdediging helemaal zoek. Gaat dan weer naar binnen, haalt uit met links. En via de binnenkant van de paal zelfs nog geloof ik, maakt hij er 1-1 van na zo'n 54 minuten spelen. En er zat een hoop frustratie in dit doelpunt, want het ging gewoon niet in deze wedstrijd. Ik creëerde zoveel minder kansen dan vorige wedstrijd. Zelfde tactiek, zelfde opstelling, zelfde spelers op dezelfde plek. Maar het wilde gewoon niet werken. En je ziet hier ook weer, zij hebben de bal, goede controle van hun spits, geeft hem terug in de middenvelder. Ze passen de bal een beetje rond, geweldige bal over mijn verdediging heen. Rouvier, waardeloze actie van hem, geen idee wat dat was. Maar het staat 2-1. En het kutte is, dat is ook de eindstand. Ik verlies met 2-1 van Elche. LOL! Best wel kut eigenlijk. Ik bedoel, ik wil niet van hem verliezen. Het staat zo stom, na zo'n 4-1 overwinning thuis tegen Getafe. Maar goed, verliezen hoort erbij en beter vroeg in het seizoen dan laat in het seizoen wanneer het echt nog het verschil kan maken. Je ziet hier daar is de counter-attack accepten, die centerback was weg, Mikel Martinez geloof ik. En ik hou Stefan de Vrij omdat ik gebruik hem vaak in career modes. Het is een heel betrouwbare centerback voor mij.
Hopelijk ook voor jullie. Maar ik hoop dat jullie ook deze aflevering weer goed vonden. Als deze aflevering 100 likes had voor middernacht, dan upload ik morgen weer een Ultimate Team video. Bedankt voor het kijken. Laat een like achter als je genoot. Je kunt ook mij abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Er zal een linkje staan in het beeld waar je naar kan klikken. Dan kom je op mijn kanaal. Kun je me ook volgen op Twitter. Dat is @harddynastyhd. En dan zie ik jullie later. Doei!